something, girl. Are you happy in this modern world? Oh, zo'n mooi stemmeke. Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Come on, Emma. And in the bad times nu moet het komen, hè? I find myself. I'm off the deep end. Watch as I dive in. De Max. Wat een Max, zo kunnen zingen en dan nog zo zenuwachtig zijn. Ja. Allee, jongens. Dat was zo straf. Dank je. Wat ik echt heel cool vond, dat was bij die grote uithaal. Je was daarvoor een beetje aan het wiebelen. En ik zag ook dat je zoiets had van... Oh, nee. Maar je hebt die keigoed geneeld. En als je dat kunt, met al die jury die naar je kijkt, al die mensen met stress... Sorry, dan... Dan ga ik het ook de Voice winnen. Ja. Dank je. Ja, en ook, niet te vergeten, wat ik ook heel cool vond en onverwacht en daarom origineel, is dat je een nummer van Lady Gaga komt zingen. Ja. Als jongen. Wat ik minder cool vind, is dat ik geblokt ben. Wie heeft dat gedaan? Niet door mij. Oh, die zijn maar ik kan Sean niet voor kiezen. Sean kiezen. Ja. Sorry, Sean. Maar Max en ik, we gingen zo goede maten worden. We gingen de beste vrienden. Ik zing ook zo graag Lady Gaga in mijn douche. Maar Max, nu kunnen wij beste vrienden worden. Nee. Wij hebben dus maar een aantal blokken dat we mogen doen. En wij hadden bij jou gewoon alle drie zoiets van... Hiervoor willen wij gewoon onze blok gebruiken. Zeker. Voor je het weet, loop je in een regenboogjurkje rond. Nee. Max zoekt een goede coach en ik denk dat ik dat kan zijn, want ik voelde nu stress echt, want ik heb daar zelf gestaan en ik weet hoe verschrikkelijk dat is. Mijn auditie was echt verschrikkelijk slecht. En ik kan er echt voor zorgen dat als je in de finale komt, in Team Laura, dat je er echt staat en dat je dat heel hard gaat knallen. Ja, oké. Okay. Max, ik wil echt graag met jou werken. En het is ook heel moeilijk, zeg maar, om een jongen te vinden die zo goed kan zingen als jij. En ik geloof dat al die meiden voor jou gaan vallen. En dan gaan wij ook aan werken. Ik zou zeggen, volg je hart en kies bij welke super toffe, goede coach jij dit seizoen graag wil afmaken. Dat vind ik wel spannend, Sander. Max, wist je het nu eigenlijk al op voorhand of niet? Nee, oké. Okay. Nee, cool. Oké. Ik denk... Ja, ik denk dat ik voor Geert ga. Maatje, hey. Top, man. Top gedaan. We gaan knallen, hè? Oké.
Leuk, man. Leuk. Oh, my god. Dat was de Max. Fantastisch. Dus daar komt die opmerking vandaan. De Max. De Max. Hoe voelt het om die blok te gebruiken voor mij en dan gaat hij toch naar Gers? Pijnlijk. Gers, ik weet niet hoe hij het doet. Maar misschien dat die kinderen dan toch denken van... oh, met Gers ga ik kunnen winnen. Ja. Op een of andere manier, maar we gaan het niet laten gebeuren dit jaar, toch? Nee, het is nog maar het begin, hè? Dus... Ja. Dat er een jongen een liedje van Lady Gaga. Ik ben echt fan van haar, ik vind haar ook helemaal top. Dus dat klikt al. We gaan knallen, maat. Oké. Okay. Ik ga winnen met mijn team. Gers weer, hè? Oh, dat denk je. Loser! Gers. Amai, Max, had je dat nu gedacht, zeg? Die kan zingen, die heeft uitstraling. Ja, ja. Tuurlijk, stop maar. De capaciteiten om de Voice 2020 te winnen. Ja.